Hallo van Rio de Janeiro. Hallo van Manila. Groeten uit België. Het is weer gezellig druk op de dijk in Volendam. Maar als je goed kijkt, zie je toch dat er iets mis is op de toeristische hotspot van het dorp. Als je naar deze kant op kijkt met je camera, dan zie je daar te koop. Dat zijn 1, 2, 2,5, 3 panden, net hoe je het bekijkt. Nou, deze is net verhuurd. En er staat hier op het Havendijk is de zaak leeg. Ook zijn er geen plannen voor de open plek naast de Café de Boer om die te bebouwen. En verderop staat er ook, zijn er ook nog wat dingen die leeg staan. Dus het, er is leegstand. De ondernemersvereniging zegt vooral dat starters het moeilijk hebben. Banken geven na de pandemie niet snel meer een lening in de onzekere toeristische sector. Maar ook winkeliers die hier al jaren zitten, zien er geen toekomst meer in. Per 1 januari gaan mijn ouders ook met pensioen. En wij nemen het niet over of zijn het niet van plan om over te nemen. Dus dan zal onze zaak ook in de verhuur komen. Ben je bang dat het leeg komt te staan? Ja, dat denk ik wel. En als hij leeg staat, het zij zo. Op dit moment staan er zeker 8 panden leeg. Ja, dat is meer dan normaal. Ik zit hier al een tijdje, vanaf 1980. Maar vroeger duurde het niet zo lang als iemand stopte en had geen opvolging voordat er een ander in zat. Ondanks dat er weer toeristen zijn, is het nog niet op het peil van voor de pandemie toen je hier over de hoofden kon lopen. Komen er nog genoeg mensen naar de dijk? In de zomer wel, maar in de wintermaanden kun je je geweer leegschieten. En dan moet je je handen stijf dichtknijpen als jij op een dag 50 euro in je laadje hebt zitten. En dat is, ja, als je dan nog een huur iedere maand op moet hoesten, dan is die 50 euro gewoon te kort. De ondernemers denken dat de nasleep van corona en het wegvallen van parkeerplaatsen voor minder toeristen zorgt. Is het erg dat er zoveel leeg staat? Het is geen goed teken. Het betekent dat je gewoon achteruit loopt met een groeiend toerisme in Nederland. Loop je gewoon achteruit. Nou ja, dan is het een kwestie van rustig gaan doorlopen tot de eindstreep.